Sociologie-studenten van de Anton de Kom Universiteit hebben vandaag uitgeroepen tot een dag van verzuchting, oftewel Dyeme Dei. De aanleiding hiertoe zijn de moorden, inbraken en andere sociale misstanden die zich recent hebben voorgedaan. Het doel is om de gemeenschap te attenderen op deze gebeurtenissen en verandering hierin te brengen. Shireen Amrit Persat, een van de studenten, vertelt hoe er uiting is gegeven aan de Dyeme Dei. Het allerbelangrijkste is dat wij als sociologen zelf, we hebben het initiatief genomen om social media voornamelijk te gebruiken. Waarbij we dan een foto posten waarbij we rood aan hebben of grijs. Dat zijn onze twee kleuren die we gebruiken. En we willen dan zoveel mogelijk de samenleving erbij betrekken. Dat zij ook zo'n foto posten met een grijze of een rode shirt of anything. Anything grijs of rood. En dan mogen ze boven hun foto een krachtige tekst plaatsen, waarbij ze ook duidelijk laten zien dat deze misstanden ook in hun ogen een gruwel is. We hebben voor grijs gekozen omdat we vinden dat Suriname in een grijze sfeer is, waarbij er nog heel veel wordt gespeculeerd, heel veel wordt vermoed hoe we deze misstanden kunnen aanpakken of niet eens aanpakken, maar waardoor het komt dat deze misstanden plaatsvinden. En het rode is dan voor: we moeten gewoon stoppen ermee. We moeten stoppen met speculeren, stoppen met vermoeden. We moeten gewoon gerichte oplossingen proberen te zoeken. Amrit Persat vindt dat de demonstratie van de Dyeme Dei vandaag op sociale media beter kon. De studenten willen deze dag tot een jaarlijks terugkerende maken. Dat zal op regeringsniveau besproken moeten worden. Minister Uraikit Ramsaran van Sociale Zaken en Volkshuisvesting juicht het initiatief toe. Dit past goed bij de bewustwording van deze misstanden. Dyeme Dei, hebben ze dat gezegd. Dyeme is letterlijk een zucht. Natuurlijk, ik ben blij mee dat de gemeenschap ook gebruik daarvan maakt. En ik ondersteun dit soort initiatieven. Laten we gezamenlijk ervoor gaan. Natuurlijk, Bureau Rechten van een Kind is al ook ingesteld. Case van die Kerry Bearbeeld, ook daar naartoe gegaan. De media heeft ook enkele berichten mogen delen. Natuurlijk, alle cases proberen we onder ogen te krijgen en ervoor te zorgen dat we tenminste 24 uur dan beschikbaar zijn voor dit soort cases op te pakken. Tot zover minister Uraikit Ramsaran van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. De sociologie-studenten willen ook middels andere activiteiten diepgang geven aan de gedachten achter de Dyeme Dei.